Elektrisch varen is natuurlijk in opkomst. Meijen, wat kun je ons vertellen over de Talamax elektromotoren? Nou, we hebben hier een selectie van onze elektromotoren staan. En wat erg belangrijk is, is dat de helmstok 5 versnellingen vooruit heeft en 3 versnellingen achteruit heeft. Daarnaast heeft onze elektromotor aan de bovenzijde een indicator hoe vol of hoe leeg de accu is. De elektromotoren worden standaard geleverd met krokodillenbekken die door middel van connectoren verbonden zijn met de elektromotor. Wat er los besteld kan worden, zijn de connectoren met de oogterminals. Daardoor kun je ze nog makkelijker aansluiten op de accu of de accubak. Rekenen we bij elektromotoren ook in pk's? Nee, bij elektromotoren rekenen we in stuwkracht. Oké, en hoe weet ik dan hoeveel stuwkracht ik nodig heb voor een boot? Nou, dat hangt van verschillende factoren af. Denk daarbij aan de grootte van de boot, hoeveel mensen er aan boord zijn. Maar wat ook belangrijk is, is er stroming. Aan de hand daarvan kun je door middel van de keuzetabel die we ook in onze catalogus en aan onze website hebben staan, een richting vinden in welke elektromotor voor jou geschikt is. Werkt dat dan met pk's en stuwkracht hetzelfde? Dus als je meer pk's hebt, dat je dan sneller gaat? Is dat met stuwkracht ook zo? Nee, de snelheid is altijd hetzelfde. Alleen betekent het wel als je een zwaardere motor hebt, dat je meer mensen aan boord kan hebben of een zwaarder schip kan voortstuwen. Die elektromotor heeft natuurlijk voeding nodig. Dat klopt. Komt uit de accu. Wat voor soort accu moet ik gebruiken bij een elektromotor? Nou, het beste is om een accu te gebruiken die diep ontladen kan worden. Dat is een semi-tractie-accu. Wij hebben bijvoorbeeld de DeepCycle-accu die je daar heel goed voor kan gebruiken. Heb je bij een elektromotor eigenlijk veel onderhoud nodig? Onze elektromotoren zijn echt onderhoudsvrij. Waar je wel goed op moet letten is dat je na gebruik van de elektromotor in ieder geval de elektromotor uit het water haalt. En wat ook een goed idee is, is om het staartstuk af te spoelen. Hoe kan ik als watersportwinkel de elektromotor nou mooi als set verkopen? Nou, dat kan goed door onze full color doos. Op de doos staat een goede afbeelding van de elektromotor en aan de zijkant staan goed de accessoires die verkrijgbaar zijn. De accessoires die verkrijgbaar zijn, zijn bijvoorbeeld de accubak. De accubak is om de accu in te plaatsen en de elektromotor eenvoudig aan te sluiten. Tevens is die voorzien van een indicator om te zien hoe vol de accu is. En aan de zijkant zitten 2 12 volt stekkers. Wat we ook hebben is de acculader, om natuurlijk de accu op te laden op het moment dat je gevaren hebt. Vorig jaar hebben we het assortiment uitgebreid met de propellerbeschermer. Op het moment dat je vaart komen er dan minder planten in je schroef terecht. En we hebben een slot die je goed kan gebruiken om over de knevels te doen dat je die niet per ongeluk bijvoorbeeld kan losdraaien. Als ik elektromotoren wil verkopen als winkel, hoe kunnen jullie mij daarbij helpen? Nou, naast ons uitgebreide assortiment hebben we ook een display ter beschikking die je in de winkel kan zetten, waardoor de producten nog beter tot zijn recht komen.